Dit is Trudo FM. Hij heeft ondertussen de studio al verlaten, want hij moet weer verder naar het volgende. Maar dit was een nummer dat onze Jury wel zeker leuk zou gevonden hebben. Nirvana en Smells Like Teen Spirit. En van Jury terug naar de clown. Ja, Joris, je bent terug aan de beurt. Ja, dankjewel Tim. Inderdaad, Jury, niet vergeten, dit weekend is zij aanwezig in de Etias Arena van Hasselt, waar de Mediclowns ook aanwezig zullen zijn. We horen er zo dadelijk nog veel meer over. Bij mij nu in het tweede gedeelte van dit programma Robin Korens van de organisatie van de Mediclowns en nog altijd Clownspeak. Welkom op Trudo FM. Goedenavond. Goedenavond. Vertel eens even, je mag iets korter komen, Robin. Goedenavond. Voilà. Vertel eens even, hoeveel clowns... Eerst wil ik weten, wat is jouw functie precies, Robin? Dat is een clown, dat is duidelijk. Je hebt ook een heel mooi t-shirt aan. Ja. Tim zei daarnet toen je binnenkwam in de studio, waar is je rode neus? Maar jij bent geen clown. Ik ben geen clown. Ik doe eigenlijk... Je mag iets korter. Ik doe eigenlijk meer de sponsoring op de kerstmarkt te gaan staan, op markt te gaan staan, om eigenlijk ook een beetje naambekendheid te maken. En zo de clowns eigenlijk ook een beetje in belangstelling te zetten. Dat ze ook clown kunnen blijven. Ook hebben we een nieuw logo. En daar draait het nu om ons nieuw logo. En dat promote ik nu een beetje. En we vinden het een fantastisch logo. De grote M van Mediclowns. En onze burgemeester in Landen heeft er Winterlanden van gemaakt. Als je het omdraait met de W van Winterlanden. Wel, dat is een heel mooie anekdote. Je bent er heel veel uren mee bezig, Robin. Ik ben er veel mee bezig en ik doe dat heel graag als vrijwilliger. Dus eigenlijk mijn functie vrijwilliger. Het is je passie. Ja, het is, ze hebben mij er precies uitgepikt. Ik ken dat. Ja, hoeveel clowns? We gaan het even hebben over de Mediclowns zelf. We hebben nu één clown bij ons hier in de studio, Clownspeak. Is al 11 jaar bij de Mediclowns, worden we daar straks. Maar hoeveel clowns zijn er in totaal? Zoals ik kan tellen, 12 clowns die zich goed inzetten. Dus dat vind ik toch al magnifiek. We hopen op meer clowns, maar ja, daarvoor moet ik een beetje veel meer rond gaan, denk ik. Ja, Clownspeak, ik hoor net 12 clowns. Ken je ze alle 12? Nee, ik ken ze niet alle 12. Ik heb ze wel eens gezien, alle 12. Maar ik ken er 3 eigenlijk, persoonlijk zo'n beetje. Clownspeak, die ken ik vanuit vroeger de school waar onze kinderen hebben gezeten. Fantastische leraar. Onze dochter, als ik die nu nog ergens op een flyer ziet, mijn leraar. Nee, clown. Zeker als clown zeg ik dat. Probeer ik er nog altijd een beetje uit te maken. Want die is zo zot van de clowns. Als ik dan mijn zoontje hoor, midi-clowns, mini-clowns. Nee, midi-clowns. Probeer ik er nog altijd van te maken. Maar ik ken dan ook clown Wubbe. Die ken ik van vroeger uit de dansings en ook een fantastische kerel, want die stond daar altijd als clown. Gewoon. En dan hebben we onze Ludo, die valt er gewoon ertussenuit tussen alle clowns, maar die heeft zich blijkbaar heel goed herpakt. Zijn er ook vrouwelijke collega's of zijn het alleen mannelijke clowns? Nee, absoluut. We hebben meerdere vrouwelijke clowns, sowieso. En we vinden het ook heel leuk als er vrouwen zich kandidaat stellen om te gaan clownen. Sowieso iedereen kan een care-clown worden, een sociale clown worden, dus hoe meer, hoe liever. Maar als ik nu zeg van die clowns, dat is wel een leuke gast, ik wil die op mijn kinderfeestje hebben, kan dat ook of kan dat niet? Nee, dat is niet mogelijk. Clownspeak kan je niet inhuren op een feestje. Het is ook zo dat het uiteraard verboden is om als clown jezelf te promoten in de ziekenhuis. Dat is niet de bedoeling. Het is niet erg dat je op je eigen website vertelt dat je mediclown bent, zolang het maar vanuit de goede intentie is om de mediclowns er beter van te maken en niet om jezelf te verrijken. Het is in het verleden helaas al een paar keer gebeurd dat er clowns zijn die eigenlijk gewoon voor zichzelf te verrijken doen. Van kijk eens hoe fantastisch ik ben, hoe goed ik ben mediclown. En overal hun kaartje gaan rondstrooien, maar dat kan niet. Wil dat daarvoor zeggen dat ik niet op feestjes aanwezig kan zijn? Uiteraard wel. Als je mij in het ziekenhuis leert kennen als clown en je hebt zoiets van ik wil in dit geval Clownspeak op mijn feestje, dan gaat dat via het bestuur gaan. Dus dan contacteer je het bestuur en zij oordelen dan of dat gaat of niet. En dan kan het evengoed zijn dat er een andere clown naar dat evenement komt, maar dan niet in de hoedanigheid als mediclown. Dus elke professionele clown heeft uiteraard ook gewoon zijn evenementen die je moet doen. Je hebt ook nog andere entiteiten. Je kan ook als andere clown aanwezig zijn. Niet per se. Ja, in mijn
mijn geval is het nu een beetje raar, omdat ik in mijn professioneel leven geen clown ben. Ik ben steltloper, acrobaat, circusartiest. Dus je gaat mij zelden als een echte clown op jouw feestje krijgen. Maar laten we even ervan uitgaan van wel, want we hebben collega-clowns die dat ook beroepshalve doen. Ja, dan kan dat wel, maar dan moeten we altijd... Het is een hele dunne lijn die je moet bewaren. En zolang dat het duidelijk is dat het niet komt vanuit een actieve reclame maken in een ziekenhuis, maakt dat niet uit. Het is allemaal eerlijk hoe het verloopt dan op die manier. Hè? Ja, absoluut, absoluut. Ja, waar zit eigenlijk de verschil? Er zijn 12 clowns, hoorde ik net van Robin. Wat is het verschil tussen Clown Webbe en Clown Speak bijvoorbeeld? Want jullie moeten in C toch hetzelfde doen in het ziekenhuis? Ja. Clown Webbe en ik, daar zijn geen verschillen tussen, behalve dat wij alle twee uiteraard een andere mens zijn, een andere clown ook. Dus elke clown heeft zijn eigen manier van werken, of haar eigen manier van werken. Wat het wel zo is, bij de 12 clowns zijn er een achttal actieve clowns. Actief wil ik zeggen, die ook echt effectief naar de ziekenhuizen gaan. Dan heb je een paar andere clowns die zich vooral inzetten op benefietacties, die zich daar meer voor inzetten. En soms heb je ook clowns die eventjes minder actief in het werkveld zijn, die even rust nodig hebben. Het zij omdat ze andere projecten hebben waardoor ze geen tijd meer kunnen vrijmaken voor de mediclowns, want het blijft een vrijwillige bezigheid. En dan mogen mensen niet vergeten dat als het vrijwillig is, moet je wel je broodwinning nog hebben. En van zodra dat je werk voorgaat, nodig is, ja, dan moet je eventjes andere activiteiten aan de kant zetten. En dan kan het zijn dat er bepaalde clowns even wat minder clownen. En van die 8 clowns heb je uiteraard ook maar een klein percentage dat bijvoorbeeld de thuisbezoekjes doen. Robin, kan iedereen clown worden? Als ik zeg van kijk, ik wil een carrière switch overwegen, ik ga ook clown worden, kan dat? Een heel goede vraag. Er wordt een bootcamp gedaan waar ik eens aan meegedaan heb. Dus niet iedereen kan clown worden. Je zit wel clown in je hart, maar niet iedereen kan clown worden. Het is ook een heel grote taak wordt meegegeven. En als je dat mee naar huis gaat nemen, ik denk wel dat ik zo'n man ga zijn, dan moet je geen clown zijn. Ik zie heel graag de clowns werken in het ziekenhuis. Dus nee, niet iedereen kan een clown, een ziekenhuisclown zijn. Laten we dat vaststellen. Ja, ga je dan ook mee als man van de organisatie met die bezoeken om te kijken van hoe doen ze het? Kan ik hen misschien wat tips geven? Kan ik hen misschien, of laat je helemaal aan zichzelf over? Nee, ik mag niet meegaan in het ziekenhuis qua privé. En dat is, daar hebben ze nogal strenge regels rond. Het privé van de kinderen, daar zijn heel strenge regels rond. Die kinderen willen een clown zien en die willen een ziekenhuisclown zien en niet iemand die naast de ziekenhuisclown staat. Begrijpelijk als je het zo zegt. Inderdaad. Maar het is wel zo dat er regelmatig mensen van bestuur verwacht en onverwacht naar een ziekenhuis komen om te kijken of we ons werk wel goed doen. We worden sowieso ook gecontroleerd door verpleegsters, door hoofdverpleegkundigen, door directie, management van het ziekenhuis, omdat wij wel een belangrijke taak in het ziekenhuis doen. Alleen naar discretie naar de kinderen toe is het heel belangrijk, of naar handhygiëne, dat dat gecontroleerd wordt. En ook gewoon worden wij regelmatig geëvalueerd of het werk dat we doen nog wel up-to-date is. Los daarvan worden alle clowns regelmatig bij elkaar uitgenodigd om bijscholingen te doen. En die bijscholingen kan dan zijn dat er een extern iemand ons les komt geven in een bepaald segment. Bijvoorbeeld een beroepsclown of iemand die heel hard bezig is met communicatie. En anderzijds kan het ook zijn dat we aan elkaar les geven. Ja, nog even iets over het clown zijn, want ik vind dat ontzettend interessant. Maar als ik aan een clown denk, denk ik automatisch aan Bassie, van Bassie en Adriaan. Heel geschminkt. Ik zie jou weer nu voor me zitten. Je hebt een mooie rode neus, maar eigenlijk weinig schmink. Is dat een evolutie in het clown zijn? Ja, absoluut. Absoluut. Dat is een grote evolutie. Toen ik pas begon, was ik ook de clown die heel veel make-up nodig had. Ik ga niet zeggen dat Bassie het nodig heeft. Alle respect voor Bassie, dus ik wil dat vergelijk liever niet maken. Er is ook gewoon een groot verschil tussen Bassie als televisieclown, waarbij dat heel belangrijk is dat zijn expressie heel duidelijk naar voren komt, omdat je op een 2D zit te kijken. Televisie is 2D. Maar bij mij, in het begin had ik dat nodig om me veilig te voelen, om me zeker te voelen achter die laag schmink. In een ziekenhuis is dat sowieso moeilijker. Je zit heel vaak, omwille van besmettingen, zit je met mondmaskers, zit je met hoofddeksels die je moet aandoen om kinderen in isolatie te kunnen beschermen. Ja, en dan zit je schmink zit niet meer goed. Dus je hebt ook gewoon dat minder is. Je moet gewoon minder make-up gebruiken. En voor mezelf is dat een evolutie geworden. Ik heb die schmink niet nodig om grappig te zijn.
Voilà, dat vind ik een heel mooie quote. We gaan er even uit voor wat muziek. En zodanig gaan we het hebben over de activiteiten. Want natuurlijk, de Mediclowns organiseren heel wat activiteiten. En er staan er heel wat in het vooruitzicht. Tot zo dadelijk. Charlie Porter samen met Selena Gomez en We Don't Talk Anymore. Wel, als de Mediclown helemaal geen geluid meer maakt, ja, dan wordt het helemaal niet meer plezant. Hoewel dat ik denk, als ik de verhalen hoor, dat ze regelmatig heel stil naar huis rijden, Joris. Wel, ik weet het niet. Ik ga de vraag meteen doorspelen aan Clown Spik. Als je dan van zo'n opdracht naar huis gaat, of van zo'n ziekenhuisbezoek naar huis gaat, ja, hoe zit je dan in de auto? Wat gaat er door je heen? Meestal is het allemaal oké. Is het allemaal... Door de jaren heen leer je heel veel dingen relativeren. Leer je op een heel andere manier naar dingen kijken. Wat ik daar straks ook al aangaf, is dat ik, wat mij persoonlijk het meeste raakt, zijn de POS, de problematische opvoedingssituaties. En dat raakt mij heel hard, omdat iemand die een gebroken been heeft, die geneest daarvan. Iemand die een zware griep heeft, die geneest daarvan. Maar iemand die van thuis uit non-stop mishandeld wordt, het zij lichamelijk, het zij fysiek, mentaal, dat raakt, dat gaat verder, dat draagt hij mee. En dat raakt mij heel diep. Het voorbeeld dat ik heel vaak geef, is de keer dat ik in het ziekenhuis kwam en er was een meisje, een jaar denk ik, helemaal alleen op de kamer. Daar is op zich niks mis mee, maar in een huidige tijdsgeest is het heel raar dat ouders niet op bezoek gaan of op bezoek zijn bij hun kind, dat die niet bij hun kind blijven. En dan bleek dat dat kind gewoon geen bezoek kreeg, dat die ouders daar niet naar omkeken. En dat meisje was aan het wenen toen ik binnenkwam en ik ben daar een paar keer gepasseerd en op een bepaald moment lag die volledig ineengedoken aan haar traliebedje in slaap gevallen. Dus die was in volledige droefheid, uiteindelijk van pure vermoeidheid, neer in slaap gevallen waar dat ze stond. Dat raakt mij onnoemelijk hard, dat raakt mij onnoemelijk diep. Ik wil dat kind dan spreekwoordelijk mee naar huis nemen. Ik wou net zeggen, ja, dan neem je toch mee naar huis. Ja, dan. En daar kun je als clown weinig aan doen. Daar kun jij zoveel mogelijk plezier. Ik ben bij dat kind op bezoek geweest en dat kind heeft plezier gehad, maar daar zit zo'n tristesse in. Dat is heel moeilijk, omdat kun je niet goed maken. Dat gaat zo diep, dat gaat zo ver en dat gaat zo langdurig, dag in, dag uit. Dat kun je met één bezoekje niet uitvegen. Bovendien zijn er ook bepaalde regels waar wij ons aan moeten houden. Wij mogen niet bij een kind alleen op de kamer komen voor de veiligheid van het kind, voor onze veiligheid. Onze veiligheid, we zouden beticht kunnen worden van diefstal, bijvoorbeeld. Als wij alleen, want bewijs maar eens dat je het niet hebt gedaan. Dus in een geval van een kind dat alleen, die heeft dat zo hard nodig, moet je zoveel extra regels respecteren die het alleen maar moeilijker maken om daarmee om te gaan. In dit geval moet je dan een verpleegster gaan uitnodigen. Kom mee naar de kamer. Laat even alles vallen. Laat uw werk vallen, want ik wil nu bij dat kind op bezoek gaan. Waardoor je ook gewoon een heel kort bezoekje moet doen, want die verpleegster moet gewoon ook haar werk kunnen doen. Ja. Clown Spik, ben jij ook clown voor de ouders? Ik bedoel daarmee van, ouders zitten ook met heel veel vragen, zitten ook met heel veel verdriet. Je vangt natuurlijk het kind op, je bent er voor het kind, maar ben je er ook voor de ouders? Of is dat toch nog iets anders? Ik ben er voor iedereen. Sowieso. Ongeacht wie dat er in de kamer zit, zelfs broers of zusjes. Het is natuurlijk zo dat ik een onderscheid maak in niveau. Hè. Een kind dat ziek is, krijgt van mij veel meer aandacht. Krijgt ook mijn voelsprieten gaan 100% naar hem of haar. Dus op het moment dat zij een signaal geeft, ga ik daar volledig op ingaan. Als de ouder zin heeft om haar hart te luchten, of zijn hart te luchten, dan kan dat. Maar enkel en alleen als het op dat moment mogelijk is voor het kind. Bijvoorbeeld na een bezoekje. Maar heel vaak is een kind ook weg naar een operatie, naar een onderzoek, zijn de ouders alleen. En dan neem ik uiteraard wel de tijd om met de ouders te praten, als die dat nodig vinden, als die dat leuk vinden. En dat kan gewoon over koetjes en kalfjes gaan. Hè. Gewoon even het ijs breken, gewoon even niet met de situatie bezig zijn. Maar ja, tuurlijk, sowieso. En zeker bij kinderen die ik thuis bezoek, komt dat heel hard aan bod. Ook is een keer een bezoekje voor de broer of de zus, waarbij dat het zieke kind eventjes niet de volle aandacht krijgt. Af en toe moet dat kunnen. Ook gewoon na een bezoekje ventileren bij de ouders, erover praten, terugkoppelen, met de ouders bellen, met de ouders mailen, sms'en. Heel, heel, heel belangrijk. Die Mediclowns zijn ontzettend belangrijk. Dat hebben we nu wel al door. Er wordt ook heel veel gedaan, gelukkig maar, voor de Mediclowns. Heel wat activiteiten. Nu is het de moment, kerstmis komt eraan. Robin, daar weet jij meer over. Welke activiteiten staan er op het programma?
11 en 12 november gaan we op de ETS Arena staan. Dat is dit weekend? Dat is dit weekend. Dat is door Erik van Manshoven van Zeppifun geregeld. En wij mogen daar altijd staan van hem. We hebben daar een klein standje. Wat is er te doen op de ETS? Dat is een tweedehandsbeurs waar 650 standhouders zijn. Dus als je 650 standhouders hebt... Die geven allemaal 50 cent, zouden we al een beetje hebben. Maar daar draait het niet om. Maar het gaat vooral voor mij de naambekendheid. 26 november gaan we ook op een kerstmarktje staan in Duras. Heel fijn kerstmarktje, daar gaan we ook staan. Ja, je zegt, we gaan daar staan. Wat ga je daar precies doen? Ben jij daar? Is daar een clown aanwezig? Nee, er zal nooit geen clown aanwezig zijn, omdat we dat al gezegd hebben. Een clown is een ziekenhuisclown. Dus die zal er nooit niet zijn. Ik ga daar staan, soms als clown, soms als figuur. We spelen zo een beetje van alles. Maar vooral, wij draaien niet op alcohol of we draaien niet op dingen like andere kerstmarkten. Wij hebben eigenlijk een kinderstandje waar kinderen eigenlijk aan een leuke rad kunnen draaien en eigenlijk bonnen kunnen winnen die gegeven zijn door de zelfstandigen. Wel, ik wil de zelfstandigen toch wel eens daarvoor bedanken die steeds klaarstaan om iets weg te geven voor onze kinderen. Eigenlijk vind ik dat zeer sympathiek en daarom doe ik heel graag die kerstmarktjes. Met dat rad draaien zie je eigenlijk ook een lach op dat kindje dat hij eigenlijk iets gewonnen heeft. En dat die moeder toch eigenlijk iets voelt dat hij gesteund heeft. Dat is eigenlijk heel leuk eigenlijk, ja. En zo wordt de naambekendheid natuurlijk ook weer vergroot. Vorig weekend was er de marathon in New York. Daar hebben ook heel wat Belgen meegelopen. Daar hebben ook Belgen meegelopen voor de Mediclowns. Inderdaad. Dat is heel fijn voor die Belgen allemaal. Jullie willen heel graag weten wanneer dat bekend wordt gemaakt, hoeveel. Ja, dat wil ik zeker graag weten. Ja, waarom lopen ze een marathon van New York? Mediclowns, wat is de link? Dat zouden we Clown Spikje wel kunnen weten. Wat is de link? Ja, op zich is het heel bijzonder om in New York de marathon te kunnen lopen. En zo'n marathon lopen, dat kost heel veel centen. Zeker naar New York gaan. Alleen al de reis naar New York is niet goedkoop. Daar verblijven. Dan, zeker in die periode is dat heel duur. Vanuit de Mediclowns hebben wij een paar samenwerkingen met een paar fantastische mensen, waaronder een reisbureau, die ervoor zorgen dat alles goedkoper kan, waardoor dat de centen die mensen inzamelen naar de Mediclowns kan vloeien. En voor mensen die meedoen aan een marathon heb je enerzijds de unieke kans van ik kan eens een marathon in New York lopen en voor ons is het gewoon heel belangrijk naar naamsbekendheid. En het geld dat weer binnenkomt. Ja, uiteraard. Zonder die centen kunnen wij ook niet voorbestaan. Want ondanks het feit dat wij vrijwilligers zijn, krijgen wij wel een vrijwilligersvergoeding. Zijn er heel veel marketingkosten die we hebben. Zijn er bestuurskosten. Niet voor het bestuur zelf, maar werkingskosten. Mijn excuses. Wij delen ook kaartjes uit in de ziekenhuizen. Allemaal kleine dingen die wel oplopen. Als je weet dat wij 6000 kinderen op een jaar basis bezoeken. Ja, dat zijn heel wat kaartjes die uitgedeeld worden. Dus ja, dat kost centen. En daar dient het geld voor wat door de Mediclowns wordt ingezameld, voor de kosten te kunnen dekken. De kosten te kunnen dekken en onze vrijwilligersvergoeding dat oploopt, omdat we doen 40 bezoeken per maand, maal 12. Dat zijn veel onkostenvergoedingen, ook al is dat maar een kleine vrijwilligersvergoeding, op totaal op 12 clowns, 12 maanden, dat loopt wel op. En het is zo dat de Mediclowns, geen enkele clownsorganisatie, die krijgen subsidies. Dus wij zijn ook heel erg afhankelijk van giften, van mensen die acties doen, van mensen die deelnemen aan acties. En zoals Robin zelf zegt, mensen die aan een rad komen draaien. En gewoon, al is het maar een kleine bijdrage, die vele kleintjes maken wel groot. Robin, verlos ons. Hoeveel geld is er ingezameld vorige week? Wij hebben kunnen bekendmaken dat we €3000 hebben ingezameld. Samen bij de kleine zelfstandigen hier in de omgeving. En ik vind dat fantastisch. €3000. Vorig jaar, een paar jaar geleden, had ik eigenlijk €2000 ingezameld. Daar was ik super fier. €2000. En de organisatie, wow, €2000. Ja. Nu gaan wij voor 6.000-7.000 euro gaan, samen bij ons teamje dat wij hebben opgebouwd. We gaan voor €7000, laten we ervoor gaan, zou ik zeggen. Voilà, zeker. En proficiat. Vorig jaar heeft ook Wim Soetaar die marathon meegelopen, dat is jullie Peter. Inderdaad. Daar gaan we het zo dadelijk nog even over hebben. Maar die veilt ook een t-shirt, we hebben het hier in de studio hangen. We hebben er al leuke foto's van gemaakt, die kan je zien op internet.
Wat moeten ze doen om dat t-shirt te winnen? Ze moeten erop bieden, uiteraard. Het is niet gratis, hè? Ja, ze moeten er dus op bieden. En het hoogste bod, die zouden we dan krijgen, via jullie stadsradio eigenlijk, kunnen ze dan komen ophalen. Ze moeten juist gewoon bieden op de e-mail van u. Ja, joris@trudofm.be. Doe een goed bod, laat je hart spreken. Je hebt een uniek t-shirt en het is gesigneerd door Wim Soutar. Voilà, inderdaad. Heel fijn dat hij dat gedaan heeft. We hebben trouwens ook nog t-shirtjes van Sint-Truiden, van de spelers van Sint-Truiden, die we gaan verloten op de kerstmarkt van Landen. En dat is 15, 16 en 17 december Winterlanden. Als je dus de M omdraait van de Mediclowns, heb je de W van Winterlanden. Zo is dat. En nog een laatste kerstmarkt die ook belangrijk is. Hier in Sint-Truiden is het verdorie ook terug kerstmarkt. Ja, 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 ja. En daar zijn jullie ook? Ja, spijtig genoeg draait die heel lang. Dan kunnen we daar niet staan wanneer wij willen. Maar we hebben wel een deal kunnen maken. 22 en 23 december mogen wij daar rondlopen. Tof, tof, tof. En die van Klaas, Mercedes Klaas, hier in Sint-Truiden, die hebben dus een smart voor een weekend weggegeven. Dus je kunt daar dus met lotjes een smart weekend winnen. Ik vind dat fantastisch dat dus die mensen dus ook weer ons gesteund hebben. Wel, zeker en vast. En daarover ga je ook nog meer vinden op onze Facebookpagina. We gaan het zo dadelijk nog hebben over de meter en de peter, want er is ook nog een meter natuurlijk. En we gaan nog wat prijzen weggeven, dus blijf zeker en vast luisteren. Zo dadelijk veel meer over de Mediclowns. Dit is Trudo FM. Trudo FM.